Ja, sterke broeders, vandaag gaan we het hebben over testosteron. Waarom willen we testosteron zo hoog mogelijk hebben? Hoe kunnen we kijken of dit hoog genoeg is? Hoe kunnen we dit verhogen? Daar gaan we het vandaag in deze video over hebben. Komt-ie! Je krijgt van testosteron niet enkel een zwaardere stem, een grotere baard en een hoger libido, maar ook meer spiermassa natuurlijk. Dat is dan ook gelijk het grote verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen hebben een hoger testosterongehalte dan vrouwen, wat we verderop in deze video gaan zien. Een van de belangrijkste kenmerken van tussen mannen en vrouwen natuurlijk, en of je kan zien of iemand een hoger testosterongehalte heeft, dat heeft natuurlijk nogal een genetische aanleg. Maar een van de belangrijkste kenmerken is bijvoorbeeld een stevige kaaklijn, een goede baard of meer lichaamsbeharing over het algemeen. Dat zijn natuurlijk dingen die vrouwen niet hebben en mannen wel. En vooral als je kijkt naar alfa mannetjes, om het zomaar te noemen, die hebben dat wat meer. Daarbij komt ook dat des te meer testosteron je hebt, des te meer jij kans hebt om spieren op te bouwen. Des te meer potentie je hebt om spiermassa op te bouwen. Dus, dan komt er nu waarschijnlijk één vraag bij je naar boven. Hoe zorg ik dat ik zoveel mogelijk testosteron krijg? En wat zijn normale testosteronwaardes? Dat ga ik je laten zien in deze afbeelding. Als we kijken naar deze afbeelding, dan zien we dat een gemiddelde volwassen man, dus iemand tussen de 19 à 30 jaar, ongeveer 230 tot 1070 nanogram per deciliter testosteron in hun lichaam hebben. Vrouwen daarentegen hebben slechts 15 tot 70 nanogram per deciliter testosteron in hun lichaam. Dit is een gigantisch verschil en dit is dus ook één van de grootste redenen dat vrouwen niet zo snel gespierd worden als mannen. Vrouwen hebben dus veel minder testosteron in hun lichaam, tot wel 15 keer minder. En dan het laatste belangrijkste aandachtspuntje is dat je testosterongehalte na je 30ste plus minus met 1% per jaar afneemt. En dan nu natuurlijk de hamvraag: hoe weet je of je genoeg testosteron in je bloed hebt? Hoe weet je of die waardes die je net op de afbeelding zag ook voor jou opgaan? De eerste en de beste test is natuurlijk een bloedtest. Laat bloed afnemen door iemand die daarvoor gecertificeerd is. Stuur dit op of ga naar zo'n kantoortje toe. Dit kan al vanaf plus minus 30 euro. Dat stelt allemaal niet zo heel gek veel voor. Is ook gewoon legaal, zeg maar. Is helemaal niks raars aan. En als je op Google zoekt, kom je wel een aantal sites tegen waarbij je dit kan laten doen. Een tweede ding is een speekseltest. Er is nogal een beetje een discussie gaande of dit betrouwbaar is. Maar het merendeel van de mensen en het merendeel van de artsen en dokters die zeggen van ja, dit is betrouwbaar. En voor iemand die bang is voor naalden, die geen bloed wil laten prikken, kan je een speekseltestje nemen. Zo'n testje, ook als je op Google zoekt, kan je zo'n testje thuis laten komen. Je likt er een paar keer aan, je stuurt je speeksel op. En na een aantal dagen, aantal weken, twee weken heb ik ergens gezien, krijg je je test terug en kan je testosteronwaardes laten controleren en krijg je hem terug. En dan zie je wat je waardes waren. Bij deze twee testen is het wel handig dat je dit rond hetzelfde tijdstip doet. Je testosteronwaarde kan met plus minus 30% schelen per dag. Je testosteronwaardes zijn 's ochtends, volgens mij rond een uur of 11, juist rond een uur of 11 zijn die het hoogst. En naarmate de dag kan dit weer afnemen en 's avonds krijg je dit weer een klein piek en daarna neemt het weer af. Dus als je een van deze twee testen laat doen, doe het op hetzelfde tijdstip. Als je het meerdere keren wil doen, als je dit natuurlijk wilt controleren. Dan als laatste test die eigenlijk voor iedereen het meest toegankelijk is, dat is lichaam. Luister naar je lichaam. Als jij een hoger libido hebt en je hebt wel eens zin in, of en je voelt je daarnaast gewoon vrolijk, energiek en je hebt geen last van stemmingswisselingen, en daarbij komt dat je een aantal keer per week 's ochtends de tent opzet, dan zit het waarschijnlijk wel goed met jouw testosterongehalte. Maar het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar. Als je lange tijd een beetje futloos voelt, je hebt niet zoveel energie, je voelt je niet vrolijk of heeft last van stemmingswisselingen en alles kost gewoon moeite, je hebt geen zin om brommers te kieken, dan kan het wel eens nut hebben om je testosteronwaarde
te laten meten. Voor de meeste mensen, weet je, 9 van de 10 mensen, 99% ergens tussen 19 en 30, zit dit meestal wel goed. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat het niet zo is en zo'n testje kost eigenlijk niet duur. Maar voordat je dat gaat laten doen, gaan we kijken wat je kan verhogen, wat je kan veranderen, hoe je je testosteron kunt verhogen. En ook voor mensen die een normaal niveau hebben, kunnen dit ook verhogen. Nummer 1 is krachttraining. Het is ook het leukste en dat zal waarschijnlijk, denk ik, 100% van de mensen die geabonneerd zijn op dit kanaal al doen. Krachttraining, zoals ik dus zei. En het werkt beter. Je kunt meer testosteron aanmaken als je zwaarder traint. Het heeft meer nut als je ergens tussen de 5 à 12 herhalingen gaat maken dan dat je op de 20 à 30 herhalingen gaat zitten. Dat is wetenschappelijk onderbouwd, dat is nou helemaal zo. En ik heb ook nog een aparte video hierover gemaakt, die is te vinden op mijn kanaal. Des te groter je spierroep is, dus je kunt beter je benen trainen dan bijvoorbeeld alleen één bicep. Des te groter je spierroep is, des te meer hormoon testosteron er wordt aangemaakt. Tweede is, wat hopelijk, en misschien ook niet trouwens, tweede is vet. Heb jij veel vet op je lichaam, ben je wat dikker, dan wordt de testosteronproductie verlaagd. En ja, de mensen die dit kanaal kijken, die zijn of dun en gespierd, of wat dikker. En die werken aan dit probleem. Dus dat moet ook goed komen. Nummer 3 is vanzelfsprekend gezond leven. Het mag voor zich spreken dat als jij iedere dag naar de Mac gaat, dat je testosteronproductie aanzienlijk wordt verlaagd. Terwijl als je altijd gewoon groenten en dergelijke eet, dat je beter en meer testosteron aan het kunt maken. Nummer 4 is vetten. Natuurlijk niet over het vet rond je buik, maar het vet als in noten, zaden, pitten, vis, zalm, etc. Noem maar op. Vetten heb je nodig om je hormonen op peil te houden. Nummer 5 is zink. Zink helpt ook bij de productie van testosteron. Zink zit voornamelijk in kip, kalkoen, rundvlees, noten, zaden. Als jij gewoon een beetje afwisselend eet, sommige van mijn kijkers die zijn nog onder de 20, wonen misschien nog thuis. Je ouders die eten waarschijnlijk afwisselend genoeg. En als je ouder dan 20 bent, dan weet je hoe je je eigen eten klaar kunt maken, denk ik. En kun je dus kijken of je genoeg zink binnenkrijgt. Is voor de meeste mensen ook wel op een normaal niveau. Plus, je hebt ook gewoon zink supplementen. Nummer 6 is slaap. Ja, dat is misschien wel een dingetje wat er bij iedereen wel eens een beetje inschiet. Er zijn weinig mensen die echt 8 uur per nacht slapen. Ga ik voor de rest niet over hebben. Iedereen weet dat als je 7, 8, eigenlijk 8 plus uur slaapt, dat je maximaal herstelt. En dat je testosteronniveaus dus ook maximaal worden hersteld. En als laatste in deze video wil ik het hebben over testosteron boosters. Dan heb ik het niet over illegale testosteronboosters zoals anabolen, etc. Gewoon over de normale, legale testboosters die je kunt kopen. Ik heb het toen ik een jaar of 22, 23 of zo was. Dat is nou voor mij 3-4 jaar geleden. Toen heb ik wel eens testosteronboosters gekocht om te kijken of het nut had. Op dat moment merkte ik er eigenlijk helemaal niets van. Mijn libido was wat hoger. Ik had wat meer zin in Maar ja, dat kan ook een beetje placebo effect zijn. Kan tussen de oren zitten. Misschien als je wat ouder bent, misschien als je een jaar of 40, 50 bent, dat het nut heeft. Er zijn tot dusver niet echt harde, duidelijke studies over dat dit echt werkt. En ja, ik ben er niet van overtuigd dat het werkt. En daarbij komt dat iemand die een jaar of 23 is, of jonger, of wat ouder, hun testosteronniveau al vrij hoog is, normaal gesproken. En als je dan een booster erbij gaat doen, ja, dan is het effect eigenlijk, mwah, misschien eigenlijk helemaal niks. Al met al, mijn conclusie over testosteronboosters: beetje zinloos, beetje zonde van je geld. Misschien als je ouder bent, kan het een effect hebben. Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ben je nieuw op dit kanaal? Wil je alles te weten komen over krachttraining? Abonneer dan, zodat je iedere week een video ontvangt. En natuurlijk voor iedereen die al, alle trouwe abonnees natuurlijk, die al lid waren. Bedankt en ik zie je misschien niet volgende week, maar gewoon bij de volgende video.